Felicitaties voor de keertjes, maar ik zeker voor een coach. Klaas, leuk meisje. Is het weer weer? En Kim, zien we er? Ja, nou is het weer weer. Het is weer al moeilijker, hè? Ja? Ja, het is weer moeilijk. Daarom wil ik eigenlijk net 4-0, 4-0 en eigenlijk nog met eerste volle eerst een zin. Maar ja, je moet het dan toch maar doen. Je bent de grote favoriet. Ik wil helemaal naar beneden vallen. Ja, maar hoe is het met ons coach, met de man? Nou, het lijkt heel relaxed eigenlijk, ja. Wat mij was. Wat is de grote kracht van die man op Sandoy? Op Sandoy, nou dat is het wel. Kaars in opslag, die rent goed net. Die rent gewoon net. Tenminste op het hoofdveld net. Want hij heeft er meer rond achter de bank. En dan irriteert hem gewoon horen dingen. En dan pakt Allard dat prachtig hoor. En dat is de grote kracht. Want je zei dat Allard eigenlijk wel de grote man bij Joet had iets er terug dat ze zeker op bepaalde momenten dat het even moeilijk was. Als je en Allard in de finale, dat het toch wel even het kopje naar beneden gaat, dat het op de size even net lukt. Waarom nou? Ja, maak het niet zoek. Ik kan allemaal 4 draaien, op mij beginnen. Hup. De sister is rustig, Klaas? Ja, dat lukt het zo, hè. Dat wil ik zeggen, want hoe is mijn hartslag? Oh, nee, dat valt op zich nog wel tijd. Ik heb hem eigenlijk nooit kneten. Naar 4 dingen, naar 4 twaalf. Nee, ik denk dat litten ze net meer in. Dat valt wel slag daar. Al een keer rusting is die eigenlijk in. Ja, je mag alles wonen, hè, dit hier? Dat moet toch hebben we alles wonen, hè? Dan gaan we het nog. Ja, oké. Okay. Hey, vorige week hebben we hem de speciale gast in Frenchie, bij de PC. Ja. Dan winnen ze hem juist. Wat voor gevoel je het vandaag? Deze? Nou ja, je gaat het uiteindelijk om. Dit is waar we het verdoor, hè? Hey, geweldige prestatie, gefeliciteerd. Hoe voelde het? Ja, ik voel het geweldig. Ja, dit was de enige die we dit seizoen hadden winnen samen met de bond. En je treedt het hele jaar van, dus geweldig als het lukt. Je wint echt partuur, hè? Het hele seizoen is het al zo. We kaatsen jaren met elkaar, dus dat is ook een sterke kant van dit partuur. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten. We kunnen ook alle drie wisselen. We kunnen alle drie in perk, alle drie in de opslag. Dus ja, dat is een heel sterk punt voor ons. Hier is druk, het lekker slip vandaag? Ja, het slapen ging beter dan verwacht. Je hebt wel wat wedstrijdspanning, wat zenuwachtig, maar... Jij druk bij? Ja, als het één keer begint, dan is het weg. Maar de finale, ja, dan wordt het sowieso wat spannender en dan zie je ook dat het minder loopt. Maar uiteindelijk trek ik hem langs het eind. Valt de goede kant op. Is de Vreule won. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd, jong. Gefeliciteerd, Kars. Hoe viel het? Jawel, onbeschrijfelijk. De grote favoriet, hoor. Ja, maar met het wel wie, maatje. Ja, en met name die opslag, hè? Ja, verschrikkelijk, want ik steek meestal vol of verder achter de boven. En dan koer dat net. Ik stond er wel probleem mee. Ja, en dan begint hij wat erger die zo de coach krijgt. Ja, klopt, want die banken die staan en ik ken er niks aan van. Maar ze zijn wel een stukje naar achteren, maar ik heb het al leerd van en dan heb ik het soms aan. Hoe begint zijn finale? Wat denk je dan? Makkietje maken? Nee, nooit. Ik denk denk ik dat het een makkie is. Maar met het altijd maar. Maar met altijd keertje blauw, ik geef fouten, maatje. En dan komt het altijd wel goed tot Nauta. Ja, de grote favoriet, dan win je het. Nou, wonders dat ze altijd in die geheugen blauw. Nou, dit wel, ja. Geweldig. Gefeliciteerd. Dankjewel. Allard, huis binnen. Ja, zeker. Heerlijk gevoel, ja. Ik ga er geen winnen voor je eigenlijk. Ja. Wat win je met een team? Hoe zo? Wat win je met een team? Ja, geweldig. Het is fantastisch. Als de bal achterin kwam, hier Christian zijn best. Maar de opslag heeft Kast ik best. En ik keert ze zelf lekker. Ja, het is geweldig. Hoe zwier is het om als grote favoriet je te starten? Nou ja, ik heb er dus net last van horen eigenlijk, zou ik samen zeggen. Nee, we gingen gewoon in het veld en dan gingen we lekker keertje. Ja, dan net de volle trok te maatje om, best favoriet. Ja, dat weten we zelf ook wel, maar ja. Maar dat had ik weer maatje en gewoon zelf lekker keertje. En als je ook wel goed balsje gehoopt. Gezien de uitslagen, Joert, hien je maar makje. Ja, in het begin natuurlijk hoor. Hier even, een mooi begin. Maar ja, dan treft ze ons Belsen. Nou ja, dan moeten we wel even aan de bak. Ja. En dan scherpen we even op. Ja, dan kunnen we er eigenlijk ook wel even. Als we even wat batters doggen, dan komen we er ook wel makkelijk op zich. Maar, dan maakt het altijd verkeerd, dat is het. Nou, zo'n finaaltje maken. Hoe is die in? Ja, nou ja, het is al heel mooi dat ze hier komen. En dan denk ik, nou ja, keert lekker en zo. Nou ja, dan denk ik, nou ja, het ken ik niet meer steken. We hebben vaak te maken spelen en zo. Ja, en dat heb ik dan woon. Nou ja, dat denk ik, dat ken ik eigenlijk net. En ja, dat is juist eigenlijk nooit dezelfde doen van hoe is de kids en waar is het lekker te kids. Nou ja, dan leest net meer op het chest anders hoe die steen te kids. Want het best van in eigen kwaliteit wordt als het kist. De grote favoriet wint Juwet Wol. Ja, dat is wel zo, ja. Het is natuurlijk ook mooi dat het favoriet is, maar ja, sommige mensen dat druk ik wel wat heen. Dan denk ik, nou ja, waar ben ik maar mee eens, maar ik is daar maar hè. Dus ja,
kennen. Ja. Maar het eigenlijk wel eens fout in je seizoen meest hoor. Maar gelukkig op deze dag net. Nee, dat kost op boord, jong. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel.